Nou jongens, de zomer die is voorbij. Het begint alweer langzaam herfst te worden. Dus dan gaat het ook wel vaker regenen. Maar wat wel leuk is aan zo'n herfstige dag, als de zon schijnt, dan kun je vaak zo'n mooie regenboog in de lucht zien. En ik vraag me dan weer af, hoe ontstaat een regenboog nu eigenlijk? Dat leg ik jullie uit in Slimmer in een Minuut. Nou, wat heb je nu nodig om zo'n prachtige regenboog in de lucht te kunnen zien? Daarvoor heb je wit licht nodig van de zon en een heleboel regendruppels. En die regendruppels die doen iets heel aparts met dat witte licht. Die breken het namelijk, waardoor het in allerlei kleuren uit elkaar valt. Wit licht bestaat namelijk uit alle kleuren van de regenboog, alleen kun je dat niet meteen met het blote oog zien. En weet je wat nou zo grappig is? Hier in het Discovery Museum hebben we een apparaat ontwikkeld waarmee je al die verschillende kleuren weer samen kan voegen tot wit licht. Nou, ik ga hier alvast een beetje experimenteren. Ik hoop jullie snel weer te zien. Tot de volgende keer!